Yes, we zijn er! Welkom bij deze nieuwe video. Vandaag is het een vlog, je weet toch? Nu zijn wij dus aan het taxistation. We gaan gewoon even inkopen doen. Dan gaan we richting Zaventem. En zo snel mogelijk wegvliegtuig. Hey, wat? Wat is het gaan doen? We gaan twijfelen tussen Ice en Aquarius. Ice en Aquarius, oké. Okay. Oh. Ja, ik zit even van zand. Ice en Aquarius, dat is ook geen nieuw, hè? En wat is geen nieuw? Ekke. Dat is niet zo goed. Aquarius. Ja. Dus je gaat steeds meer wensen voor Aquarius? Nee, ik pak steeds meer. Ik wil het zeggen. Kijk, we zijn nu onderweg richting Luchthaven. Ik ben België een beetje beu. Stop je? Ik zie die corona die het België gaat overnemen en daarom ga ik gewoon weg. Ik ga gewoon weg. Ik ga weg in België. We gaan richting de luchthaven. Zit je verder wel? Stop je? Je zit verder wel. Moet rustig aan. A few moments later. Ik ben dus net in de luchthaven en de luchthaven is extreem leeg. Ik heb deze nog nooit in mijn leven gezien. Wow, iedereen zit hier zo met mondkapjes zo aan de zijkant. Het is echt een rare sfeer, echt super rare sfeer. Ik dacht niet dat dat zo erg was met die corona en dinges. Het is echt een super rare sfeer. Zo, iedereen zit daar zo. Iedereen zit hier echt van, kom niet te dicht bij mij, want en echt allemaal mondkapjes. Een rare sfeer. Kent je die film I'm Legend? Dat is een film van Will Smith dat hij alleen overblijft op aarde door ziekte en zombies en dingen. Echt raar. Precies zo. Ik had dat niet zo erg verwacht. Maar oké, dus wat gaan we eigenlijk doen? Wat staat er op de planning? Kijk, ik ga nu richting een bestemming. Jullie mogen raden. Naar welke bestemming zou ik nu gaan? Zet even nu in de reacties. Dus stop even, druk op pauze. En zet even in de reacties naar welke bestemming ik zou gaan. Ik ga dat sowieso volgen. Ik ga sowieso een paar vlogs online komen van deze trip. Ja, ja. Wie gaat er? Wanneer niemand in die rij staat, nog naar de wc. Ja. Luister, nee, niet luister. Luister, kijk. Die roepen, instappen, nu, laatste persoon. En deze man die moet gewoon naar de wc. Wat had je in je hoofd? Ja. Wat had je in je hoofd? Ja, dat moet gebeuren, hè. Hier zijn we dan. Oh, ja, jongen. Zonnetje in je oog. Luister, we zijn hier nu, hoe laat is het verder? We zijn nu 5 uur verder. Kijk, wordt bijna aangereden, maar oké. Ja, die kijkt niet. Oké, die kijkt niet. Tuurlijk kijkt hij niet, hè. Yes. Hoppa, oversteken. Oké, we zijn er. Jullie weten nog altijd niet waar ik ben eigenlijk, hè. Waar zou ik zijn? We hebben een zotte auto gehuurd. Lambo niveau. Jullie gaan zien. Die auto. Wow, jullie gaan verschieten. Jullie gaan zien. De ziekste auto ter wereld hier. Kom. Ja. Ah, kijk. Dit is de auto. Je weet toch. Dit is Renault AMG. Kijk even naar de achterkant. Hier zie je dat dit een 7-cilinder plus 300.000 pk heeft. En door die 300.000 pk, kun je hier tanken. Snap je? Dat is een kenmerk van Renault. Je weet niet, je wilt niet weten. Je hebt Lambo, dan heb je deze auto. Geniet gewoon van. Geniet van deze auto. Even de beauty shots. Drop even die beauty shots. Ja, direct de eerste stap wat wij doen. Direct. Direct McDo. Wat heb je besteld? Ik een big buffalo burger en een wrap, frieten, alles erop. Alles erop en eraan. Ja. Als je vakantie goed wilt beginnen, moet je altijd met McDo beginnen. Moet je altijd met McDo. Oké. Maar ik ga niet liegen, het is extreem goed weer. Hoeveel graden is dat hier? Pakkie. 28 graden, we zijn er. Oh, ik weet wat jullie nu aan het doen zijn in België. Regen, paraplu. Geen probleem. Hoeveel? Ah, 27, 28. Fuck, joh. Zijn, mijn lens die is die zon niet gewoon, hè? Nee, echt niet. Ik ben er zelfs ook niet gewoon. Je camera is aan het smelten. Ga je de verrassing al meegeven wat er zometeen gaat gebeuren? Wat gaat er zometeen gebeuren? Zijn die er al klaar voor? Nee, man. Wat gaat er zometeen gebeuren? You know. En zij weten dat ook. Huh? Well, that was awkward. Yes, it was. Als jij dus op reis gaat met iemand, met cameraman, die zit altijd op zijn gsm. Dus even mijn mails checken, mijn mails zijn belangrijk. Mails, dat is echt een businessman. Snap je? Weet, ja. Ik doe alles voor de volgers, hè. Tuurlijk, alles.
Alles. Luister, kijk, we gaan even beslissen wie er van voor gaat zitten. Hup, plas je schaar en wie verliest moet van achter, oké? Okay? Let's go. Tot één, hè. Plas je schaar. Plas je schaar. Plas je schaar. Ja! Oh, nee! Oh! Hier, oh, ja, bro. Ah. Ah. Ik heb een beetje veranderd, maar je kent mij ook. In de Renault AMG. Ah, ja, hier zitten we dan van achter. Woe! Ik zit 2 minuten in de zon. Ik ben al rood, ik ben al verbrand. Yes, we zijn aangekomen in Marrakesh. Dag, hè. Geniet ervan, geniet ervan. Hoort je die vogels al? Hoort je die vogels al? Ah, er is een vogel binnen. Kijk, maar rustig vogeltje binnen. Waarom niet, hè? Snap je? Alles is natuur. We zijn één met de natuur. Kijk, vogel, kom naar mij. Ik kan je gewoon gaan halen. Ik kan je gewoon gaan halen voor jullie. We zijn één met de natuur. Kom, chip, chip. Chip, chip. Chip, chip. Alles goed. Alles oké, bro? Oh, bro. Kom terug, bro. Ja. Zijn er. Haha. Marrakesh. Dus jullie weten het nu, wij zijn in Marrakesh. Ja, ja. Kijk, daar even pool. Ja, daar is nog een pool. Daar is nog een pool. Er zijn er 3, 4. Maar oké, ja. Luister. Hey, joh. Waar zijn we? Marrakesh. Ja, ja. Ja, ja. Nee, we zijn niet meer met de Abier. We zijn niet meer met de auto. Ah, okay. We zijn dus niet meer. We doen nu alles vanaf nu, vanaf met de Wolfcar. Renault, Clio. Amje. Amje. Ja, wow, wat een luxe, man. Wat een luxe. Kijk, hier daar. Onze AMG Clio. Hotel. Ja, ouderbar. Ja. Die heeft dus net gezegd van moeten wij u een rondleiding geven. Dat doen we even, snap je? Vinden jullie dat ook niet een beetje awkward zo? Als die zo uw valise moet dragen, ik vind dat een beetje raar. Dat is normaal. Wow, dat is normaal, dat is service. Ja. Precies, maar dat gebeurt elke dag bij hem thuis, hè, dat hij zijn valise pakt. Ja. Echt op zijn typisch Marrakesh. Kaart. Is een. Oké. En je spiegel, je weet toch, we zijn er, ja, ja. Oké. Alles erop en eraan, terras, alles. Badkamer. Yes. Zo snel mogelijk spring ik in dat water. Zet je klaar? Bien sûr. What are those? Wat is dat? Wacht even, blijf even staan. Ja. Wat is dat? Wat is dat voor een schoen? Dat zijn van plastic. Wat is dat voor een schoen? Dat is van plastic, dat is handig. Als je het zwemt. Oh joh, man. Snap je handig? Dat is handig. Tuurlijk. Dat is handel, hè? Dat is handel. Kijk die tenen. Oh joh. Ja, dat is handel, hè? We gaan gewoon direct zwemmen, hè? Ja, we zijn er. We zijn direct klaar. We gaan gewoon direct zwemmen. Dus, we gaan nu gewoon direct even snel zwemmen. Ik ga jullie meepakken. Ik ga de GoPro overschakelen. Dus de big camera blijft even hier. Dus ik ga jullie nu meepakken. We hebben direct gewoon GoPro. Ja, let's go. Ik ga niet liegen. Het is koud water. Maar. Schaarste papier. Direct springen. Direct. 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 Direct.
Het is nu 11 maart en ik zit hier rustig in het zwembad, 29 graden. Het is wel al 5 uur. We gaan heel veel doen in deze vlogs. Maar vandaag, ja, we hebben vandaag gereisd een beetje, dus een beetje veel door elkaar. Maar vanaf morgen gaan we er echt veel. Super nice things komen. Right. Oké, okay. Let's go. Ik was al in slaap gevallen aan het bedje daar aan het zwembad. Ja, we hebben deze nacht super weinig geslapen omdat wij super vroeg moesten vertrekken. En daarmee, ja, we zijn gewoon helemaal KO. Dus we gaan nu ook gewoon rustig even nog slapen. We gaan gewoon even rustig houden. Zodat wij morgen fris en fruitig zijn. En zodat wij morgen echt super nice dingen kunnen doen. Dus, dit is even een random video. Het is een beetje random omdat ik ook een beetje aan het reizen ben. Heel de tijd alles moet meepakken, valies, dit en dat. Dus, dit is het einde van deze video. Maar, er komen nog dagen. We zijn er. Morgen zijn we er weer. We blijven gaan. Laat me weten, wilt jij morgen al direct een nieuwe video? Of wilt jij nog even wachten? Even pauze nemen. Maar, kijk, volg me op Instagram. En dan zie ik je de volgende keer. Je weet, let's fucking go. Fucking go.